In the beginning, there was nothing. Then, something remarkable started to happen. Nature evolved, learned to grow, to swim, to walk, to dream. Nature became fast. But who will be the fastest? Students from Delft and Amsterdam are taking up the challenge. Their goal is clear. This summer, the cheetah will meet its rival, the human power team, pushing the limits. Welkom bij een designpresentatie van het Human Power Team. Vanavond gaan wij jullie laten zien hoe we de grens van de mensheid gaan verleggen. Maar voor we dat gaan doen, wil ik dat jullie iemand ontmoeten. Dit is Sarah. En Sarah is een cheetah. En zoals jullie misschien allemaal wel weten, zijn cheetahs de allersnelste dieren op het land. Sarah is een hele bijzondere cheetah. Sarah is de allersnelste cheetah die er is. Zij kan al 120 km per uur rennen. De natuur heeft geëvolueerd tot de cheetah. De cheetah is nu het allersnelste dier dat er is. De mens heeft ook geprobeerd sneller te rennen. Als ik nu ga rennen, haal ik misschien 25 km per uur. Gelukkig ben ik niet de snelste mens die er is. De snelste mens is Usain Bolt. En Usain Bolt kan ongeveer 45 km per uur rennen. Maar de mens kan sneller, want de mens is slim. En met techniek kunnen wij sneller dan gewoon met rennen. Op schaatsen kan een mens wel 55 km per uur houden. En wat heel bijzonder is aan schaatsen, is dat eigenlijk alle records in Calgary of in Salt Lake City worden gereden. En dat zijn twee hele specifieke locaties die hoog zijn en daardoor minder luchtdruk hebben. Daar kom ik zo op terug. Maar de allersnelste manier waarop een mens zich kan voortbewegen is een fiets. Met een fiets maken we slim gebruik van technologie en van overbrengen. En zo kunnen wij sneller wel 75 km per uur. Maar een mens heeft nog niet de cheetah bijgehaald. En vanavond ga ik laten zien hoe we dat wel kunnen doen. Dus zoals je ziet, hebben we meerdere dingen nodig om dat te doen. We hebben een topatleet nodig. We hebben een goede locatie nodig. En tenslotte hebben we de juiste techniek nodig. En aan de hand van deze onderwerpen zal ik jullie door deze avond heen leiden. Ik doe het niet alleen, ik doe het samen met Marco. En Marco is een chief van de bewegingswetenschap. Ik neem jullie weer terug naar 2010. In 2010 heeft deze man, die er niet zo erg hip uitziet, iets heel bijzonders gedaan. Hij heeft namelijk in die fiets die naast hem staat, de Varna, het wereldrecord voor snelfietsen verbroken naar 132 km per uur. En wat is er nou zo bijzonder aan deze fiets? Ze hebben heel slim nagedacht. Ze hebben gezegd, wat is nou het grootste probleem dat een fietser die heel snel wil gaan heeft? Dat is wind. Als je heel snel wil fietsen, heb je last van de wind. Hoe kunnen we dat oplossen? Het object dat het beste door wind heen kan gaan, is een waterdruppel. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een vorm die zoveel mogelijk lijkt op een waterdruppel om die fiets heen gebouwd, zodat hij makkelijker door die wind heen kan gaan. En dit is opgevallen bij een team studenten uit Delft. Zij keken naar het probleem en ze dachten zo, dat heeft die Sam Whittingham slim gedaan. Maar dit kunnen wij beter. Hij heeft het niet technologisch aangepakt en wij kunnen dit wel. Dus het team studenten uit Delft ging aan de slag. Ze kwamen er al snel achter dat ze met alleen techniek het niet gingen redden. Dus zijn ze naar de VU Amsterdam gegaan, naar de studie bewegingswetenschappen, om meer informatie in te winnen over sporten. En zo is het Human Power Team geboren. In 2010, in het eerste jaar, hebben ze de Velox 1 gebouwd. Dat is echt een prototype om te testen of een idee of daadwerkelijk waarheid kon worden. Ze zijn met deze fiets naar Battle Mountain gegaan. En hebben daar tegen alle verwachtingen in de wedstrijd die daar is voor het snelfietsen gewonnen. Met 129 km per uur. Nou, dacht ik dus niet. Dat gaat goed. Maar ze hadden het wereldrecord nog niet verbroken. Ze hebben toen een plan gemaakt om in 3 jaar, aan het eind van die 3 jaar,
het wereldrecord toch te pakken. En zoals de meeste ambitieuze studentenplannen eindigen, dat weten jullie misschien wel. Nou, in het tweede jaar hebben ze heel veel innovaties gedaan, heel veel radicale innovaties. En dat is geëindigd in de Velox 2, die zie je hier. Ze zijn weer naar Amerika gegaan, ze hebben weer die wedstrijd gereden, ze hebben weer gewonnen, maar nog steeds niet het record gehad. En een jaar later hebben ze het nog een keer geprobeerd. Dit was het jaar. Zij moesten een driejarenplan waarmaken, een ambitieuze driejarenplan. Maar ze hadden de hele week last van techniek, last van slecht weer, het wilde maar niet lukken. Tot op de allerlaatste dag. De allerlaatste dag hebben ze gevonden wat er mis was met de techniek. Het weer was perfect. En in september 2013 reed Sebastian Bourbier met 134 km/u door de woestijn in Amerika en heeft het wereldrecord verbroken. Goed, even terug naar Sam Whittingham. In datzelfde jaar gebeurde er nog iets bijzonders. In diezelfde fiets heeft Barbara Beaudoin het wereldrecord voor vrouwen verbroken. Barbara Beaudoin heeft 120 km/u gefietst, net zo hard als Sarah. En wij denken dat wij harder kunnen dan Barbara en Sarah. En we gaan jullie vanavond laten zien hoe we dat gaan doen. En we gaan even terug naar die drie aspecten. We hebben de locatie, de atleet en de techniek. En ik ga nu wat vertellen over de locatie. Ik heb al een aantal dingen verteld op deze locatie. Ik ga nu even uitleggen hoe we daar zijn gekomen. Zoals jullie al hebben gezien, hebben we ontzettend veel last van tegenwind als we hard willen fietsen. En hoe kunnen we dat nou oplossen met een juiste locatie? We gaan hoger. Als we hoger gaan, hebben we minder luchtdeeltjes waar we tegenin moeten fietsen. En zo kunnen we uiteindelijk harder fietsen. Ten tweede hebben we een hele lange weg nodig. Als we langer kunnen accelereren, kunnen we harder fietsen. En tenslotte staat er in de regeltjes van het boek van snelfietsen dat een weg met 0,66% mag aflopen om aan de regeltjes te voldoen. Dus is er een weg met ongeveer 0,66% afloop, zou perfect zijn. Nou is er een man geweest, die is op zoek gegaan naar deze weg en die heeft hij gevonden. In Battle Mountain, Nevada, in Amerika, door de Nevada woestijn, is een weg van 10 kilometer lang, op 1,5 kilometer hoogte, met een helling van 0,66%. En dit is de allerbeste weg ter wereld om een wereldrecord fietsen te verbreken. En als deze weg, 10 kilometer lang, precies in Nederland zou liggen, dan zouden we hier misschien wel 20 kilometer per uur langzamer gaan dan deze specifieke weg in Amerika. Elk jaar komen er ontzettend veel teams bij elkaar en zij gaan tijdens de World Human Powered Speed Challenge de uitdaging aan om wereldrecords te verbreken. En in september 2017 gaan wij daar ook naartoe en dan gaan wij het record van Barbara Beaudoin aanvallen. Goed, we hebben locatie gehad. We gaan zo door naar de atleet, maar voor we dat doen, wil ik nog even inzoomen op wat u nog mist. We hebben een aantal verschillende aspecten, maar die moeten natuurlijk bij elkaar komen in een team. En dat team zit hier vooraan. Ik wil graag een daverend applaus vragen voor de mensen die dit jaar gaan doen. Ja, het Human Power Team. Maar wie zitten er nou in dit team? Dat ga ik een beetje aan jullie laten zien. We hebben het team opgedeeld in drie departementen. Links het Operations Departement, die zorgt dat we op de juiste locatie komen. In het midden het Bewegingswetenschappen Departement, die de begeleiding van de sporter verzorgt om te selecteren. En tenslotte de engineers, die zorgen dat de Velox, de fiets, zo goed mogelijk wordt gebouwd. Daarboven hebben we nog drie mensen nodig in het management om te zorgen dat al deze 23 mensen in totaal met de neus dezelfde kant op staan. Deze 23 mensen zijn opgedeeld uit studies van verschillende faculteiten en zelfs universiteiten. De grootste studie is werkgebouwkunde. Het is niet zo heel gek, we bouwen een fiets en de echte fietsenmakers die houden daar natuurlijk ontzettend van. Maar daarnaast gaan we ontzettend in op de techniek en de natuurkunde ervan. Er zijn veel natuurkundestudenten en heel belangrijk bij ons zijn de bewegingswetenschappenstudenten. Een leuk getal is ook het geslacht. Ongeveer 3/4 van het team zijn mannen en 1/4 zijn vrouwen. Wat een leuk feitje is over dit cijfer is dat van het team uit Amsterdam, de 4 mensen van de VU Amsterdam, is 50% vrouw, 50% man. Dus het percentage van mannen uit Delft loopt nog een beetje op. Ten slotte de tijdsbesteding. We hebben ongeveer 20% fulltimers in het team, 80% parttimers. Zoals de familieleden en de vrienden van de parttimers misschien hebben gemerkt,
is dit eigenlijk alleen maar een naam die je bedacht, part-timers. Eigenlijk zijn het undercover full-timers. Zo gemotiveerd zijn ze. Ja. Wat echt uniek is aan het team, is de samenwerking tussen de TU Delft en de VU Amsterdam. De samenwerking tussen sport en techniek. En om te benadrukken wat wij leren in een jaar, wil ik graag een vergelijking trekken met wielrennen. Een sport waar ook ontzettend veel wordt gedaan met techniek, maar ook met bewegingswetenschap. Ten eerste leren wij in zo'n jaar werken in een heel groot team. We werken met 23 mensen van ontzettend veel verschillende disciplines. En we moeten heel veel verschillende soorten problemen oplossen. En aan het eind van dit jaar zijn we daar als ingenieur en als mens ontzettend in gegroeid. Ten tweede leren we buitengewoon veel over techniek. Dus hier een foto van Tom Dumoulin in een 3D-scanner. Nou goed, dat doen wij ook. Wij hebben onze renners ook 3D gescand. We werken ook met topsport. Je ziet hier dezelfde Tom Dumoulin, die zichzelf de longen uit zijn lijf fietst. En hierna zie je een van onze rensters, die precies hetzelfde doet. Ten slotte maken wij in zo'n jaar een lang ontwerpproces mee. Wij bedenken, ontwerpen, produceren, testen en racen, alles in zo'n jaar. En aan het eind van elk van zo'n etappe, van zo'n klim, hebben wij een deadline. Het bedenken van de concepten, de deadline voor het ontwerpen is vandaag de designpresentatie. We hopen in juni de productie af te hebben. Tot en met september gaan we testen. En uiteindelijk gaan we in Battle Mountain in september gaan we racen. Maar dit is eigenlijk een beetje bekeken vanuit de kant van de techniek, van de TU Delft. Maar ons team bestaat ook meer. We hebben natuurlijk ook een sporter. En tegelijkertijd met het bedenken en ontwerpen zijn we natuurlijk ook bezig met het recruteren en het trainen. En daarom wil ik heel graag het woord geven aan Marco, die hier meer over gaat vertellen. Dankjewel, Emiel. Wat een mooi verhaal. En dankjewel, dames en heren, dat jullie aanwezig zijn bij de designpresentatie van Human Power Team. Ik ben Marco, student bewegingswetenschap aan de Vrije Universiteit. En ik mag een verhaal vertellen over het menselijke aspect van het team. Aan het begin van het jaar stelden wij als team de vraag, wat nou de ideale atleet is voor ons team? En hoe gaan we die atleet nou vinden? En hoe gaan we die atleet nou optimaal voorbereiden om uiteindelijk een wereldrecord te fietsen? En dat begon met het bedenken dat de atleten sterk moest zijn, logisch. Een goede conditie moest hebben. Zeer gemotiveerd moest zijn. En kan omgaan met extreme omstandigheden, zoals het zitten in zo'n superkleine fiets. Je hebt bijna geen bewegingsruimte en eigenlijk alleen maar om te fietsen, rechtdoor te fietsen. Bovendien moet het plaatsvinden in een ervaren woestijn. Het is superheet. En ik weet niet of ik het zou durven, want het wordt zo'n 40 graden in zo'n fiets. Om te illustreren wat nou sterk en conditie is, heb ik de volgende grafiek op beeld. En dit is te zien hier ook, dat de atleet 5 minuten lang een inspanning moet leveren op een bepaald vermogen. En dit vermogen hangt samen met de anaerobe drempel. En de anaerobe drempel, als je daar overheen gaat, dan gaat je lichaam lactaat opstapelen. Ofwel in de volksmond, je gaat verzuren. En u weet allemaal, als u in de sportschool staat, als u gaat verzuren, dan houdt u die inspanning niet heel lang meer vol. En al dat vermogen daaronder, de oppervlakte onder die grafiek, is eigenlijk conditie. Het tweede aspect van zo'n run is eigenlijk een sprint. Je ziet dat de grafiek aan het einde gaat pieken en langzaam afloopt. Want je houdt natuurlijk die sprint niet vol. Wij zijn ook geïnteresseerd in die oppervlakte onder de grafiek. Want dat is de sprintcapaciteit ofwel hoe sterker is zo'n atleet. Maar hoe meten we dit nou? Nou, we zetten iemand op de fiets, een normale houding. Je ziet hier al onze teammanager iets minder vrolijk als net op het podium. Want hij moest een maximaaltest doen. En een maximaaltest is een stapsgewijs protocol waarbij het vermogen wordt opgevoerd. En waarbij de cadans, ofwel de omwentelingssnelheid van de cranks, gelijk moet blijven. En uiteindelijk kom je dan niet heel vrolijk van zo'n fiets af. Wij als bewegingswetenschappers doen daarbij een gasademanalyse. En meten dan de VO2 max, een maat voor conditie en de anaerobe drempel waar ik het net over vertelde. Om de sprintcapaciteit te meten, zetten we weer iemand op de fiets. We doen een Wingate test. Dat is een 30 seconden all-out sprinttest tegen een weerstand die van tevoren is opgegeven door de ergometer. En zo'n 30 seconden all-out sprinttest, voor degene die hem wel eens hebben gedaan, dat duurt net 5 minuten. Dat is echt geen pretje. Ook doen we een sollicitatiegesprek. We kijken wat de motivatie is van een persoon. We kijken of de persoon geschikt is en beschikbaarheid heeft.
En dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat we testfase 1 hebben afgerond. En nu ik denk testfase 1, dan zal er ook een testfase 2 zijn. En ja hoor. In testfase 2 meten we de lichaamsmaten. Want het is natuurlijk heel belangrijk om te weten hoe lang een persoon is, hoe breed een persoon is. En dat zorgt ervoor dat onze fiets daarin aangepast moet worden. Ook zetten we weer iemand op de fiets en doen we een bed-and-mount protocol. We laten iemand 5 minuten lang op zijn anaerobe drempel fietsen. Dus we laten hem net niet versuren, net wel versuren. Gevolgd door een wingbait-test, 30 seconden al oud. En daarbij bootsen we eigenlijk de wedstrijd na en gaan we kijken hoe goed ze presteren op zo'n inspanning. Maar hoe komen we nou bij deze atleten? Nou, eerst gaan we het internet af. We gaan kijken of er nieuwe potentiële renners bij zijn gekomen. Nieuwe profs, of profs die net zijn gestopt. Of super goede amateurroeiers, noem maar op. We zijn deze mensen gaan mailen. We zijn een sportvereniging afgegaan. We hebben nieuwsberichten de wereld uitgestuurd. In de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken. En deze mee te laten doen aan onze selectiefase. Uiteindelijk hebben we 33 aanmeldingen gehad. En we hebben er 15 doorgelaten in testfase 1, waarvan 8 door zijn geselecteerd in testfase 2. En na heel veel discussie en heel veel vragen stellen aan elkaar van wie zijn nou de ideale atleten, hebben we uiteindelijk 2 atleten gevonden. En ze zijn vandaag ook bij ons in de zaal en ik ben er super trots op. En daarom vraag ik een heel groot applaus voor onze atleten van dit jaar, Aniek Rodekerk en Iris Stappendaal. Iris Stappendaal is een ex-profielrenster en op dit moment is haar eigen bedrijf aan het opstarten. Ze is een ontwerpster en haar eigen bedrijf heet ook Iris. I Ride in Style. Ze maakt wielrenkleding en begeleidt op dit moment nog tieners met hun carrière in het wielrennen. Verder is ze nog super sportief en ze is met ons de uitdaging aangegaan. Haar belangrijkste topprestaties zijn dus Nederlandse kampioenen op de weg. En ze heeft meegedaan aan heel veel WK's. En nog heel veel meer om op te noemen. En daar zijn we super trots op dat ze bij ons samen die uitdaging zijn aangegaan. Aniek is een social media expert. Daar heeft ze ons heel veel over geleerd in de tussentijd. En een content marketeer. Ze heeft er eigenlijk nog over Italië, dus ze weet van alles en nog wat over Italië te vertellen. Alle leuke plekjes. En ze is een echte sportfanaat. Dat heeft ze ook bewezen tijdens testfase 2. Want toen had ze haar hand in het gips. En ze overtuigde ons om toch die inspanning te leveren. En ze kwam heel goed door die selectiefase heen. Haar beste sportprestaties zijn vierde op de Nederlands kampioenschappen tijdrijden voor vrije rijders. En ze is tweede geworden bij de districtskampioenschappen tijdrijden. En ook nog eens eerste bij de Europese kampioenschappen voor tijdrijden. En ze is super trots dat ze bij ons in het team is gekomen. Hoe beginnen we het traject dan? Nou, leren lichtfietsen. En je ziet hier al, Iris vindt het nu al leuker dan normaal fietsen. Die glimlach op het gezicht. Ook en ik heb leren lichtfietsen en op de eerste dag ging ze al verschrikkelijk snel, zoals te zien is op de foto. Dat was echt bijzonder. Maar hoe nu verder? Hoe gaan we die atleet optimaal voorbereiden om uiteindelijk wereldrecord te fietsen? Nou, we moeten in ieder geval goed trainen. En wat moeten we dan trainen? Die basis, de basisconditie moet omhoog en dus die anaerobe drempel. De piek van de sprint moet omhoog, maar ook de afloop moet langer duren, waardoor eigenlijk de oppervlakte van die sprint groter wordt. En dat doen we door middel van duurtraining. Hier ziet u Aniek fietsen, als met één hand los. En daar was ze heel trots op, want dan ben je een echte pro. We doen HIIT-trainingen, dat doen we in Amsterdam bij de universiteit. HIIT staat voor High Intensity Interval Trainingen. En dat zijn eigenlijk intervallen met hele hoge wattages, afgewisseld met intervallen met hele lage wattages om te herstellen. En na zo'n half uurtje ben je echt wel kapot. En dit doen we om de anaerobe drempel ook weer te verhogen. Ook doen we krachttraining. En dat klinkt een beetje raar misschien. Maar krachttraining doen we om de spieren sterker te maken. Om die kracht die we opbouwen uiteindelijk om te laten zetten in power. En die we sportspecifiek te maken in de velox. En dus de sprint piek omhoog te krijgen. Een nieuw iets voor het team is mentale begeleiding. Daar hebben we een heel leuk voorbeeld voor waarom dat belangrijk is. Afgelopen week op Barcelona een bijzondere wedstrijd gespeeld. Ze moesten een 4-0 achterstand goed maken. Ze kwamen 3-0 voor.
kreeg geen tegendoelpunt, dus moest eens 3 doelpunten extra maken. Nou, dat moet voor hun extreem stressvol zijn geweest. En hoe ga je om met zulke druk? En dat hebben ze uiteindelijk goed gedaan. Ze hebben 6-1 gewonnen en doorgegaan. Maar dit is ook een voorbeeld die wij gaan tegenkomen in die fiets. We hebben te maken met extreme omstandigheden en met extreme druk. En onze sportpsychologen die ons dit jaar gaan ondersteunen, gaan ervoor zorgen dat dit zo goed mogelijk te handelen wordt voor de renners. En uiteindelijk dus zo goed mogelijk gaan fietsen in Battle Mountain. Ook nieuw dit jaar is dat we ondersteuning krijgen van een sportdiëtist. Zonder de juiste voeding kunnen we niet trainen, want dan heeft het lichaam geen energie meer. En zonder de juiste voeding gaan we niet optimaal presteren in Battle Mountain. Dat betekent dus dat de eiwitten, de koolhydraten, de vitamines, de micro- en de macronutriënten allemaal goed moeten zijn. En daarom zijn we zeer dankbaar dat we worden ondersteund door een sportdiëtist. En hiermee hebben we het volledige plaatje benoemd. En dit is, denk ik, optimaal om uiteindelijk wereldrecord te gaan fietsen. Maar met een optimale persoon gaan we niet redden, we hebben ook een optimale fiets nodig. En daarom wil ik graag Emiel weer het podium oproepen. Ons design in 4 delen opgedeeld. Linksboven zie je de aerodynamica, de vorm van de kap. Rechtsboven zie je de drivetrain, de aandrijflijn die zorgt voor de overbrenging. Linksonder zie je de structure die alles met elkaar verbindt. En rechtsonder zie je de user interface die zorgt voor de interactie tussen mens en techniek. We beginnen bij de aerodynamica. De aerodynamica zorgt ervoor dat we makkelijk door de wind heen kunnen. En voor ik daar meer over kan uitleggen, moet ik eerst een beetje natuurkunde lesgeven. Heel kort, zal ik beloven. We hebben 2 soorten luchtstroming, laminair en turbulent. En de laminaire stroming is eigenlijk als de lucht in nette lagen over het oppervlakte van onze velox glijdt. En turbulent is juist als de lucht als het ware struikelt over zichzelf en werpelt over het oppervlakte. Laminair is goed en turbulent is slecht. We zijn begonnen met ons aerodynamisch ontwerp bij onze redster. We willen het aerodynamisch ontwerp zo klein mogelijk, zodat het makkelijker door de wind kan. Waar het natuurlijk groot genoeg zijn, zodat onze renster erin past. En daarom hebben we deze 3D-scan gedaan. Het resultaat van de 3D-scan ziet er ongeveer zo uit. In een computerprogramma kunnen wij precies zien hoe groot onze renster is. Vervolgens hebben wij om deze renster een hele hoop lijntjes getrokken. En hier zie je er één. En die lijntjes samen, de precieze geometrie ervan bepaalt hoe de kap uiteindelijk gebouwd wordt. Maar het lijkt niet heel makkelijk alsof hier zomaar een lijntje staat. Maar dit lijntje is ontzettend hard gewerkt. Ik zal met het volgende filmpje laten zien hoe dat ongeveer gaat. We hebben onze renster in een computerprogramma gezet. Vervolgens hebben we daar een kap omheen gebouwd. Die kap halen we door een ander computerprogramma. En die bepaalt hoe goed de aerodynamica is. Je ziet hier een aantal kleurtjes. Rood is goed, laminair. En groen is slecht, turbulent.
En wat je ziet is een verlopende tijd van toen we zijn begonnen bij iteratie 1 naar, en uiteindelijk naar iteratie 100. En wat je ook ziet is dat het rode gedeelte steeds verder naar achter gaat. Zo ver zelfs dat we uiteindelijk op ongeveer 80% van onze oppervlakte zitten. En dat zorgt ervoor dat onze aerodynamica ontzettend goed is. Dit is het eindresultaat. We zien hier het model van Aniek in de fiets zitten in een Velox. Wat ik nog even gemist heb, zodat misschien jullie, een aantal van jullie misschien wel hebben gezien, in de kap zit geen raam. Waarom is dat nou? Wat ik al vertelde is dat we turbulente stroom niet willen en dat is als lucht over zichzelf struikelt. Maar als we nou een raam in de Velox zetten, dan komt er sowieso een ribbeltje in. Je kunt niet twee materialen perfect op elkaar laten aansluiten. En dit ribbeltje zorgt eigenlijk ook voor turbulentie. Dus we hebben in plaats van een raam hebben we gezorgd voor een camerabubbel en op die manier kon onze renner naar buiten kijken voor betere aerodynamica. En dit is het totaal resultaat van het aerodynamica department. Het volgende department, de drivetrain. De drivetrain zorgt ervoor dat onze renner zijn kracht efficiënt, haar kracht efficiënt kan overbrengen op de weg. En op een normale fiets zit dat ook. Op jouw eigen fiets, als je één keer rondgaat met je trappers, draai je wielen ongeveer twee keer rond. In een Velox, als je rondrijdt, één keer rondrijdt met je trappers, draai je wielen 16 keer rond. Hoe komt dat nou? Als wij met onze trappers één keer ronddraaien, draait op de tweede as de trapper volgens die verhouding ongeveer vier keer rond. Op precies diezelfde as zie je nog een keer zo'n groot tandwiel. Als dat tandwiel één keer ronddraait, draait het tandwiel helemaal onderaan nogmaals vier keer rond. Dat kun je met elkaar vermenigvuldigen en zo halen we onze uiteindelijke overbrengingsverhouding van 1 op 16. De grootste uitdaging van het drivetrain department is ruimte. We willen een kleine fiets voor betere aerodynamica, maar we moeten natuurlijk wel genoeg ruimte overhouden om alle overbrengingen die we nodig hebben te doen. En hier zie je een plaatje. Bovenaan is onze kap en daaronder het tandwiel en daartussen zit 4,6 mm, maar het past net. Dit is het overzicht van het drivetrain department. En ik mag wel zeggen, ik ontzettend trots ben wat het drivetrain department dit jaar heeft gedaan. Ze hebben namelijk een kettingwiel, een tandwiel minder dan vorig jaar en daarom zijn we veel efficiënter. Goed, volgende department, derde van de vier. Dit is structure. Structure verbindt alles met elkaar. En het is ook door structure dat we zo efficiënt tussen drivetrain en aerodynamica zo'n goede interface hebben. Onze fiets wordt gemaakt van carbon. En het voordeel van carbon is dat het ontzettend licht en sterk en stijf is. En hoe zorgen we nou dat we zo min mogelijk carbon gebruiken van zo licht mogelijke en misschien ook een zo klein mogelijke fiets? We berekenen wat het effect is van kracht op onze fiets. Wat je links ziet in het zwart is de normale houding van het voorvecht. En al die kleurtjes die er omheen ziet, is wat er gebeurt, superveel uitvergroot als er kracht op komt. En wat we kunnen doen met deze cijfertjes is net een wat kleinere voorframe bouwen om zo een betere fiets te maken. Dus dit is het structure department. Ten slotte hebben we het user interface department. Ik heb al wat verteld over de camera. Zij zorgen dat deze camera goed is. Voor de rest zorgen zij voor het stoeltje en de stuurtjes. Maar misschien wel het meest interessante dit jaar is de feedback die de renner krijgt via de schermpjes die ze al voor zich hebben. Wat je hier ziet is een andere representatie van wat je al eerder zag van hoe een Delta Mountain Run eruit ziet. Dus links zie je dat iemand op zijn anaerobe drempel, als hij nog net niet moet hijgen, aan het fietsen is. En aan het eind zie je twee sprints. De blauwe sprint is net wat anders getimed dan de oranje sprint. En dus net wat eerder, maar eigenlijk is de sprint precies hetzelfde. En wat kunnen we nou doen? We kijken in ons simulatieprogramma wat voor effect de timing van deze sprint heeft op de topsnelheid in de laatste 200 meter van de run, waar onze recordsnelheid gemeten wordt. Aan de rechterkant zie je die snelheid. We zijn ingezoomd op de sprint. En wat zie je nou? De blauwe lijn ligt best wel boven die oranje lijn. Wat betekent dat? Als we onze timing van de sprint beter doen, kunnen we tot wel 5 km per uur harder sprinten. Nou, het klinkt natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar hoe doen we dat nou? Wat wij gaan doen is ontzettend veel testen dit jaar. Aan de hand van die test gaan wij een programma bouwen dat kan voorspellen
hoe goed de sprint is van onze renners, van Aniek en van Iris. En aan de hand van die voorspellingen kunnen wij laten zien op die user interface department wanneer onze renner moet beginnen met sprinten. En omdat dat gebeurt met informatie live die we al hebben, kunnen we dus live feedback geven en altijd het perfecte moment van de sprint aangeven. Dit zijn de meters waarmee we dat gaan doen. Top, dus dit is het user interface department. En als je alle onderdelen bij elkaar weer zet, dan krijg je de VLOC. Goed. Terug naar Sarah. Wij hebben laten zien dat wij hele sterke renners hebben. We hebben laten zien dat we een hele goede fiets hebben. We laten zien dat we naar Battle Mountain gaan. En wij geloven dat we aan het eind van dit jaar met deze renners, met deze fiets, op deze locatie, met dit team, het wereldrecord gaan verbreken.